In de jaren 30 van de vorige eeuw werden op strategische locaties aan de rivieren de IJssel en de Maas zogenaamde rivierkazematten gebouwd. Vandaag de dag kunnen we de resten en in sommige gevallen nog volledige exemplaren daarvan vinden. Wat was de functie van deze kazematten en hoe hebben deze verdedigingswerken vuurdoop ondergaan? Dat gaan we vandaag bekijken. In het jaar 1935 begon de politieke en militaire top in Nederland zich zorgen te maken over de ambities van de nieuwe Führer van Duitsland. In het bijzonder maakten mensen zich zorgen over een invasie voordat de eigen mobilisatie was voltooid. Deze dreiging werd in militaire termen geïdentificeerd als een strategische overval. Men kwam overeen om maatregelen te treffen waardoor de mobilisatie gerekt kon worden. Een pennenstrijd volgde over de benodigde maatregelen, waarbij zowel maatregelen met vestingbouwkundige aard als mede maatregelen met betrekking tot het landleger de revue passeren. Wij zullen ons voornamelijk richten op de vestingbouwkundige maatregelen. In de lente van 1935 werd een speciale bruggencommissie met het bepalen van maatregelen ter bestrijding van een strategische overvalling opgericht. Deze commissie werd opgedragen te onderzoeken hoe men een snel vanuit oostelijke richting naderende, gemotoriseerde kolonne de oversteek over niet vernielde bruggen kon beletten, en deed aanbevelingen over kazematbouw. De commissie adviseert het bouw van minimaal 2 gewapend betonnen gevechtskazematten die beschikken over 1 kanon en 1 mitrailleur bij elke brugovergang. De commandant Veldleger was van mening dat er niet alleen kazematten moesten worden gebouwd bij rivierovergangen waar bruggen aanwezig waren, maar ook waar pontonbruggen verwacht konden worden. Generaal Reinders achtte laatstgenoemde onnodig, omdat bij dergelijke locaties de wegen ontbraken voor een snelle opmars. Het pleit werd beslecht in voordeel van Reinders. Het volgende punt was of de kazematten lineair of in de diepte opgesteld zouden moeten worden. Een verdediging in de diepte zou ervoor zorgen dat de voorste kazematten rugdekking zouden kunnen krijgen en ook bood diepteverdediging de mogelijkheid om indien de voorste linie was gebroken de verdediging voor te zetten in de achtergelegen kazematten. De militaire autoriteiten waren dan ook een voorstander van deze optie, echter zou deze voor het beschikbare budget te kostbaar blijken. Noodgedwongen werden de kazematten in een lineaire opstelling gebouwd. Dit zou betekenen dat zodra een gedeelte van een linie doorbroken was, de gehele linie vanuit de flank opgerold zou kunnen worden. Voor de te bouwen rivierkazematten werd uitgegaan van een overkoepelend concept. Het ontwerp moest echter vaak aangepast worden aan de lokale omstandigheden. Men stelde evenwel vast dat de kazemat of kazematten de 2 gevechtsruimten voor de mitrailleur of het kanon konden verenigen in 1 werk. Vanuit dit werk kon vuur worden afgegeven op het brugdek en de opgeworpen versperring. Op de strategisch belangrijkste locaties had men de beschikking over het kanon van 5 lang 50 nummer 2 in gekazemateerde opstelling. De minder belangrijke locaties werden noodgedwongen uitgerust met meer gedateerde stukken geschut. De gebruikte zware mitrailleur was de zwasloze. Deze mitrailleur was in 1908 ingevoerd en verbeterd in 1915. De verdere inrichting, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de kazemat, was afhankelijk van de lokale situatie. Deze worden vandaag de dag onderverdeeld in een drietal types. Type A was een kazemat met slechts 1 verdieping en werd gebouwd waar een vrij schootsveld aanwezig was en er geen dijken in de weg stonden waar het schootsveld overheen moest vallen. Type B is het meest gebouwd en was een kazemat met minimaal 2 verdiepingen. Deze werd gebouwd wanneer verhoging van de vuurpositie noodzakelijk was, omdat anders een dijk bijvoorbeeld het schootsveld blokkeerde of omdat de waterpeil nabij de kazemat te hoog was. In sommige gevallen beschikten deze kazematten over een munitielift om de granaten voor het kanon gemakkelijk naar boven te brengen. Het laatste type brugkazemat was de type C en in dit type konden 2 kanonnen en 2 mitrailleurs worden opgesteld. Op deze manier kon de kazemat nog meer gebied bestrijken. Dit zou echter niet alleen de vuurkracht verdubbelen, maar ook het probleem van het kwetsbare schietgat. Het schietgat zou zo goed mogelijk gecamoufleerd worden door schijnschietgaten aan te brengen, echter was het Centraal Inundatie- en Technisch Bureau niet altijd onder de indruk van de maskeringen. Na de mobilisatie in 1939 was het gevaar voor een strategische overval geweken. De rivierkazematten werden daarna opgenomen in de IJssel- en Maaslinie. De eerder genoemde linies werden nog wel sporadisch aangevuld met mitrailleurkazematten. De diepte zou echter nog steeds ontbreken in de linie.
Deurie Vierkaasmatten zouden het op de 10e mei zwaar te verduren krijgen. De Duitsers zouden met twee versterkte divisies tegen de IJssellinie ageren. Bovendien waren deze divisies voorgegaan door overvalcommando's die gehuld in Nederlandse uniformen een aantal cruciale bruggen in bezit zouden proberen te nemen. Dit voornemen zou voor wat betreft de IJssellinie echter niet slagen. De betreffende Nederlandse officieren traden adequaat op en de overvalpatrouille werd tijdelijk geïnterneerd. Desondanks dit succes zou niet veel later de Duitse hoofdmacht verschijnen. Onder andere bij Zutphen, waarbij over de breedte van het Duitse front een Nederlandse compagnie in een achttal kazematten stond opgesteld. Verder waren nog een stuk panzerafweergeschut en een oud achtstaalkanon in veldversterkingen aanwezig. Deze opstellingen stonden onder bevel van de kapitein Mulder die zijn commandopost in een flinke huizengroep tegenover de stad had, de Hoven genaamd. Omdat de Duitse overvalcommando's geïnterneerd waren, konden zonder problemen de bruggen rond 20 voor 6 uur vernietigd worden. Een twintigtal minuten later verschenen Duitse troepen die spoedig bij de oostelijke brugoprit een mortier in stelling brachten. Nadat de mortier twee schoten had gelost, werd deze door de zuidelijke rivierkazemat buiten gevecht gesteld. Ook wist deze kazemat een Duitse panzerverkenningswagen te vernietigen. Gaandeweg kwamen steeds meer Duitse troepen in Zutphen aan, waarna om half tien artillerievuur werd geopend op kazemat Zuid. Dit artillerievuur werd vanuit Waansveld afgegeven. Een Duits waarnemingsvliegtuig werd boven Hoven gesignaleerd en werd door een lichte mitrailleur onder vuur genomen. Het vliegtuig is later, half in de IJssel liggend, teruggevonden. Omstreeks het middaguur werd het vuur steeds intenser. Hierbij werd vooral kazemat 145, die achter een pijler van de IJsselbrug verdekt stond opgesteld, onder handen genomen. De open opstellingen werden spoedig in elkaar geschoten. Het hoogtepunt van de beschieting viel rond 2 uur. Hierbij werd ook de woonwijk bij de Hoven in brand geschoten. Beschikbare middelen waren tegenover het heftig om zich heen grijpende vuur echter onvoldoende werkzaam. Kort daarna verstomde het vuur en Duitse stormtroepen maakten zich door middel van rubberen boten gereed om naar de overkant te stormen. De Duitsers maakten goede progressie totdat de flankerende kazemat die achter de brugpijler lag het vuur opende. De Duitsers hergroepeerden hun troepen en bestookten de kazematten wederom met artillerievuur alvorens nogmaals een oversteekpoging werd gedaan. Een SS-Oberstormführer schreef hierover: de overtocht volgde onder hevig mitrailleurvuur uit de bunkers van de tegenstander. De bevolen artilleriesteun bleef zonder uitwerking op de betonbunkers. Onaangename verliezen. In mijn boot, uitgezonderd mijn persoon, de gehele bezetting dood of gewond. De boot, de schoten doorboord, bereikte met moeite, deels zinkend, de tegenliggende oever. Het dagboek van de betreffende Duitse divisie concludeerde uiteindelijk: er moet worden opgemerkt dat de vijand zich zeer goed gedraagt en hardnekkig weerstand biedt. Meerdere malen werd waargenomen dat de kazematbezettingen de bunkers verlieten, zich in het tussenterrein nestelden en vanuit hieruit opnieuw het vuur openden. De artilleriebeschietingen had weinig uitwerking op de kazematten en eerst de inzet van een panzerjegercompagnie noodzaakte de bezettingen door het schietgattreffers tot het verlaten van de bunkers. De uitwerking van de panzerprojectielen was zeer goed. Dit speelde zich elders ook in gelijke trekken af. Nadat de schietgaten van de kazematten waren geblokkeerd, de wapens onbruikbaar waren geraakt of de munitie vrijwel verschoten was, zag de bezetting zich vaak genoodzaakt de strijd te staken. Bij Zutphen was de strijd echter nog niet gestreden. Na de geslaagde oversteekpoging volgde nog een hevig gevecht nabij de commandopost. Hierna waren de gevechtshandelingen nabij Zutphen voorbij. De Duitsers konden zich gereed maken om verder te stoten naar de Grebbelinie. Nadien konden 13 Duitse doden worden vastgesteld als gevolg van de gevechtshandelingen rondom Zutphen. Het aantal gewonden zal 3 maal zo hoog liggen. Zoals is gebleken uit de serieus beschreven strijd, wisten de Nederlanders zich krachtig te verweren zolang de kazematten nog strijdvaardig waren. Nadat de ijle linie echter doorbroken was, kon men zich niet meer optimaal verzetten door het ontbreken van een verdediging in de diepte. Dit zou dan ook de oorzaak zijn geweest dat de Duitsers op de 10e mei al door de IJssellinie wisten te breken. De strijd die hierop volgde en de Nederlandse voorbereidingen hiervoor gaat, zullen in een andere video besproken worden. Vindt u het ook belangrijk dat militair erfgoed zoals rivierkazematten behouden blijven? Word dan nu begunstiger van de Stichting Menno van Coehoorn. Bovendien kunt u dan mee met door de stichting georganiseerde excursies en u ontvangt elk kwartaal het blad Saillant. U kunt op coehoorn.nl terecht voor meer informatie.